kijken naar een nieuwe video. In minder dan 24 uur is er weer Koningsdag. En het belooft niet zo lekker weer te worden. Maar met deze late Koningsdag video gaan we nog even snel het tonnetje in huis halen. Deze video maakt deel uit van de Koningsdag Collab 2016 met drie andere YouTubers. De video's van Nonia, Taco en Marielle zijn te vinden in de beschrijving. Bijna iedere Nederlander eet wel een tompoes op Koningsdag. En vandaag ga ik die 10 keer zo groot maken met cake en met koekjes. Veel kijkplezier! Bloem, roomboter, kristalsuiker en zout. De ingrediënten en hoeveelheden staan op mijn blog. De link zal in de beschrijving staan. Verwarm de oven voor op 150 graden. Vet de rechthoekige bakvorm in met wat boter. De afmetingen van de vorm staan op mijn blog. Leg ook een stukje bakpapier op de bodem. Doe de zachte boter in een kom en klop die los met een garde of een lepel. En voeg dan de suiker toe. Klop die er ook goed door. Voeg dan het bloem toe en begin het door te mengen met de spatel. En als het begint te lijken op een deeg, kun je met je handen kneden totdat je het deeg tot een bal kan samendrukken. Deel het deeg door 2 en giet de ene helft in de bakvorm. Verdeel de kruimels over één laag en druk het dan met je handen aan tot het een stevige koeklaag. Als je het deeg heel glad wil hebben, kun je het ook met een glas indrukken. Bak het voor een half uur in de oven en laat het afkoelen. Boter, suiker, eieren, vanille-extract, melk, zout en bakpoeder. Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt de boter en giet dat in de mengkom en voeg hier de suiker aan toe. Meng deze twee goed door elkaar. Voeg dan 1 voor 1 je eieren toe en meng na ieder ei het beslag goed door, zodat het niet splitst. Voeg dan wat vanille-extract en een snufje zout toe aan het beslag. Giet dan het melk in het beslag en voeg het bloem met bakpoeder toe. Zet de mixer op een laag stand en mix het beslag goed door en dan is je beslag klaar. Giet het beslag in dezelfde vierkante bakvorm, zodat je koek en de cake dezelfde vorm hebben. Bak de cake 40 minuten in de oven tot het een prikker schoon uit de cake komt en laat hem dan volledig afkoelen. Snijd de bovenkant van de cake eraf met een mes, zodat de cake recht is. Snijd de cakes naar 9 bij 25 cm. Uit deze cake kun je 2 lagen halen. Het handigste is om een liniaal te gebruiken. Pak de rest de cake en snijd er nog een laag van 9 bij 25 cm uit. En de rest kun je zelf eten. Snijd de bruine laagjes van de cake af, zodat je een mooie egale cake overhoudt. Neem het shortbread en snijd het naar dezelfde afmetingen. Leg de eerste cakelaag neer en spreid er een laag botercrème overheen. Het recept voor de botercrème staat op mijn kanaal. Leg de 2 cakestukken op de botercrème en smeer een laagje botercrème tussen de 2 cakestukken. Zorg dat de cakelaag goed tegen elkaar aangedrukt zijn. Doe dan een dunne laag botercrème over de hele cake heen, zodat alle kruimels tegen de cake geplakt blijven. Dit heet de crumb coat. Zo is je cake aan het eind mooi glad. Zet dan de cake in de koelkast voor een half uur. Smeer een beetje botercrème op de onderste shortbread, zodat de cake blijft plakken. Mijn onderste shortbread is gebroken, oeps. Zet dan de cake er voorzichtig op. Leg dan de bovenste shortbread laag erop. Maak een glazuur van poedersuiker en water. De ingrediënten staan op mijn blog. Giet de glazuur over de shortbread en verdeel het goed. En dan is je tompoes klaar. Dit was weer het eind van deze Koningsdag video. Vond je deze enorme tompoes nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Reactie achter te laten. Wat zou je nog meer willen zien op dit kanaal? Maar vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jou volgende week weer. Doei doei!